Een goed stuk hout daar, hè? Ja, ja. Dat is een afvalhout waar niemand wat mee kan doen. Daar wil niemand meer werken. Is dat zo? Ja. Maria en Jozef. Ja, prachtig. Kun u mij vertellen, gaat u volgens een vast plan te werk? Dan is het eerst het denkwerk. Dan gaan we dus tekeningen maken. En dan gaan we dat op hout aanbrengen en dan gaan we het uitsnijden. Zo. Maar kijk, we komen elke maandagavond zijn we 2 uur hier bezig. Dus ik heb nu een stuk onderhand. Ik denk dat het wel 3-4 maanden duurt voordat het klaar is. Aha. En wat voor houtsoort gebruikt u hiervoor? Over het algemeen gebruiken wij lindenhout. Ja, dat is heel mooi om te snijden. Vooral de Friese snijders. Hè. We hebben dus twee groepen hier. Hè. De Friese snijders en de sculpturisten. En de sculpturisten hebben ook wel eens... Ik heb bijvoorbeeld wel eens met afrimosiehout gewerkt. En met notenhout en eikenhout en kersenhout. Alle mogelijke houtsoorten die voor dat werk in aanmerking komen gebruiken we dan. Maar over het algemeen gebruiken we het meest lindenhout. Kijk, dit is Fries snijwerk. En dit is voor de sculpturisten. Dat zijn dan beitels en gutsen. Dit zijn allemaal gutsjes en beiteltjes. Dit is voor het kleinere spul en dit is voor het grotere spul. Een enkele keer hebben we een opdracht en dan wordt het gewoon verkocht. Ik heb bijvoorbeeld voor Spaanse families familiewapens gemaakt. Nou, dan betalen ze dat. Ik heb... andere werkstukken gemaakt die ik dan schenk. En over het algemeen verkopen ze dus ook het Friese snijwerk of schenken het. U op dit idee gekomen? We hebben voorbeelden in de kast en daar zoeken we dan iets uit wat we leuk vinden en dat gaan we dan maken, verschillende dingen. En dit keer is het een uil geworden. Vooral de Friese snijders hebben altijd dezelfde motieven. En dat ligt al eeuwen vast. Alleen het onderwerp wat ze gaan besnijden, dat verschilt. De zijkant van een kist. In de kist maak ik een theedoos van. Dus allemaal vakjes erin.